moet nog lang even bestudeerd worden en gediscussieerd worden over die Hollandse bal. Maar de baas op de bal is Brusset.
Zeven weiden, dat houdt in dat we weer wisselen van kant. U ziet het ook zeker van invloed, de wind vandaag. Dat kan van soms al iets minder zijn, daar hebben de spelers ietsje minder last van. Gooi je vaak zand op. Dankjewel meiden, goed voor de demonstratie. Om even te kijken hoe de wind in het stadion is. Flyout, Scorcher Republic. Let the damn water be. There's some people down the way that's thirsty. So let the liquid spirit free. The people are thirsty, cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind. When the water hit the bank of that hard dry land. Om hard te slaan. Nou, bij de dames teams hebben we wat last in die momenten dat ze zonder blokkering zijn. Dat betekent time-out. Nou, zeg, wij zeggen dat wij nog even wat gezelligs gaan doen. Mag ik je wel even vragen de handen even voor u te doen? Of de blokklammers mag ook doen. De handen even voor u. Dan gaan we even met elkaar gaan we even bewegen. Gooi het muziekje er maar in. Dan gaan we rustig aan gaan we beginnen. Het is een langzame om te beginnen. Zo hier beginnen. Ik sta even rechts aan het grote scherm. We gaan hier beginnen, dames en heren. 5, 4, 3, 2, met de klok mee. 1, komt maar. Die kant op. Die kant op, ja. Rustig beginnen. Rustig aan. Rustig gaan naar de hoofdkant. Nou, heel goed. Dan gaan we langzaam wat sneller, dames en heren. Dan wat sneller, dames en heren. Komt hier aan. En dan zijn jullie weer aan de beurt. En dan gaan we veel sneller, komt hier. Beautiful, great, high block there. Herman Ola. Therefore, the big point lead on the first set, second semi-final. Liquid spirit.
lijkt op een druppeltje. Children's score, Czech Republic. Power.
Set point, check your buttons.
En wil zeggen dat wij even gaan kijken naar het fantastische Interset Entertainment van de T-Mobile Dance Crew. Dames en heren, we hebben het even nodig, dus laten we maar eens even horen voor Team Czech Republic. En laten we ook maar eens even horen als we denken dat Nederland die tweede set mag gaan winnen. Thank you.
tegenleider de bepaalde lengte van het veld. Die geeft hem aan. Die is uit. Daarvoor naar de score voor Czech Republic. Vorm op dit moment het team uit de Tsjechische Republiek. Set number two.
Belgische dames. Ik wil zeggen 10 tegen 11, nog steeds voor Nederland. 21 punten gespeeld. Dat betekent dat wij gaan kijken naar de T-Mobile Dance Crew. Niet genoeg om daar naar de bal door te spelen, dus het punt gaat naar Nederland. Oh!
Set point for Nederland. Hey!
introduceren dan met de T-Mobile Dance Crew. Met z'n allen, hè? Oh.
De discussie even op de bal, maar de lijnen raakten op de netband. Zij heeft dus besloten in ieder geval in ons voordeel. Keizer serveert.
overzicht goed bewaakt. Luister makker, als je hier op de tribune zit, doe het maar eens steeds weer. Ja, dames en heren, nou, misschien kent u het nog. We hebben het populair gemaakt in 2015. Mag ik graag alle handen boven het hoofd van uw voorganger die daar zit. Dan gaan we straks in 8 stappen naar boven. Om nog 1 keer Sanne en Marlijn hier heen te brengen. Met die laatste punten voor de finale. Luister maar goed naar de rechts. 8 stappen omhoog en klappen. Here comes the
comes the. Here comes the. Here comes the. Here comes the. Ik heb wel eens mooie gevechten gezien, maar dit was er eentje hoor. Ja, dat moest echt van onder uit onze tenen komen, jeetje. We waren echt blij met het geduld wat we hadden. We bleven gewoon, we wisten wat voor plan we hadden en we bleven gaan. En op de laatste dachten we, nee, het werkt niet.
We gaan hem switchen en dat dachten we allebei. En toen ging het opeens lopen en zij wisten het gewoon niet zo snel op te pakken. Ja, en dan sta je gewoon tussen aanhalingstekens ineens in de finale. Ja, echt zo bizar. Ik moet er nog even over nadenken. Echt heel, heel blij mee. En vooral met het geduld wat we hebben bewaard de hele wedstrijd. Want eigenlijk de hele wedstrijd liep een beetje achter hun feiten aan. En aan het eind wisten we gewoon met ja, inderdaad van alles om te gooien en de wedstrijd naar ons toe te trekken. Dus. Ja, ook in die derde set sta je met 3-0 achter. Dan denk je van ja, het is wel klaar. Zo lijkt het dan. Nee, we hebben heel erg gewerkt aan geduld hebben. We hebben dat echt, zijn we heel bezig met de coach. En gewoon punt voor punt spelen. En uitgaan van je eigen krachten. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan. En ja, het waren een beetje slimmelige balletjes die we ook tegenkregen. En daar bleven we ook op communiceren. En ik ben gewoon blij dat we door zijn pushen. En dan sta je hier boven op die bank, je kijkt naar de tribune. Je gezin zit daar, dat moet een extra mooi gevoel zijn. Ja, echt heel gaaf om voor ze te spelen. En dan ook nog een finale. Ja, wordt alleen maar mooier vandaag. Dit wordt een feestje vanavond. Zeker, met publiek. Gaat zeker goed komen. Dankjewel, succes straks. Dank je. Dames en heren, daar gaan we natuurlijk over op om zij weer binnen te halen hier vandaag. Mag uw handen op elkaar voor niemand minder dan de Court Crew! En of course also, ladies and gentlemen, warm welcome, Court Officials! En ook dan hebben we een groot deel binnen. Uw handen op elkaar voor de teams van Latvia.